Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En ik ben vandaag echt weer zo lekker wakker geworden. Ik slaap echt zo lekker. En dan voel ik het gewoon echt gelijk aan mijn energie en aan mijn humeur en aan alles gewoon. Ik ben echt gewoon helemaal fit of zo lijkt het wel. En ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik heb daar een meeting. En Lisette gaat mee. Ik ben echt zo happy dat ik niet meer alleen naar meetings en zo hoef. En dat Lisette daar tegenwoordig nu allemaal bij is. En ik ben ruim op tijd vertrokken. Want ik heb dus echt letterlijk een afspraak midden in het centrum. En ik ken mezelf. Ik krijg gewoon stress van parkeren in Amsterdam. Dus daar heb ik gewoon voldoende tijd. Ik heb 10 minuutjes om te parkeren. Ik hoop dat het voldoende is. Want de vorige keer dat ik had afgesproken in Amsterdam heb ik er echt, denk ik, wel een half uur over geruimd te parkeren. Ik werd er echt stronsgereinigd van. Zo, ik ben eindelijk geparkeerd. Ik kon op de locatie zelf dus helemaal geen parkeerplek vinden. En ik ben echt 3-4 straten verder geparkeerd. En ik word zo nu opgehaald door Lisette, want ze heeft zo'n klein autootje. Ik weet niet meer hoe ze heten. Maar ze zijn echt heel erg handig voor in Amsterdam eigenlijk. Want je kan gewoon overal parkeren. En ze haalt me nu daarmee op. Dus ik wacht nu even op Lisette. Nou, daar komen ze, jongens. Nou, daar zitten we, jongens, in een bureau. Ik vind het echt best wel spannend. Dat ding gaat wel echt helemaal op en neer. Hè? Je voelt alles gewoon. Oh, dat is ook echt niet handig voor mij. Oh. En het is nu nog gratis parkeren met zo'n bureau. Maar je zet te zeggen, het binnenkort dus ook gewoon. Ja, want nu koopt iedereen een bureau, omdat je natuurlijk de helmplicht hebt in Amsterdam. Oh ja, ja, klopt. Ja. Maar nu rijden ze vet veel bureaus. Nu mag je gewoon hier neerzetten. Net klaar met de meeting. Ging heel erg goed. Gingen dus met de bureau. En de afspraak was echt vet leuk op zo'n bureau. Ik wil eigenlijk ook zo'n ding. Vooral als je naar Amsterdam of zo moet. Maar ja, ik kan moeilijk vanuit Rotterdam naar Amsterdam gaan met de bureau. Maar het is echt een heel erg leuk ding. En je kunt gewoon overal parkeren waar je wil. Maar het enige probleem is je hebt twee verschillende. Eén kan je dus gewoon opladen met een maar opladen, die kun je gewoon bij een stopcontact doen. En dan kan je dus alleen opladen bij een oplaadpunt. En zij had dus nu eentje mee die alleen ook kan laden bij een oplaadpunt. En ze heeft nog maar 12% batterij. Dus ik hoop dat ze het redt naar huis. Ik ga nu weer naar huis. Ik heb helemaal niet ontbeten. Ik heb helemaal niet geluncht. Dus ik heb echt heel erg trek. Ik ga even kijken of ik onderweg wat kan vinden. Want ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel zin om in Amsterdam rond te hangen. Zo, bij de tank gestopt waar ze dus ook frituren. En nu dat ik mijn haar helemaal aan het frituren. Gadverdamme. Ik heb wel een lunch gespot. Ik heb lunch gescoord. En niet een hele slechte ook. Ik heb een kipsalade met ei. Heerlijk. Vorkje erbij. Water erbij. Perfect. Maar mijn haar stinkt nu enorm. En ik kan daar dus echt niet met ik kan daar dus echt niet mee leven. Met stinkhaar. Dat vind ik echt zo vies. Wel zonde om mijn parfum hiervoor te gebruiken. Maar dit is echt zo lekker, niet normaal. Thank you, Nassim. I love you so much. Even mijn jas uit. Ik zit even na te denken. Zal ik gewoon even in de auto nu even heel snel mijn salade opeten? Want onderweg is het wel een beetje moeilijk. Maar aan de andere kant wil ik hier ook eigenlijk helemaal niet staan. Oh, dat ziet er echt lekker uit, jongens. Vind je niet? Ik heb mijn salade op. Behalve de aardappeltjes. En ik heb echt nog steeds honger. Shit, man. Ik moest echt nog fruit of zo erbij halen. En we zijn bij de McDonald's. Ik ga gewoon lekker voor een zwarte koffie. Hoi. Ja, dankjewel. Nee, ik wil hem eigenlijk wel in een normale beker, maar maakt niet uit. Kijk, een normale beker als in. Ja, voor mijn auto. Deze is net zeg maar zo klein, hij valt er zeg maar zo in. Ik ben thuis en ik heb mijn pyjama aan en Nesmi mijn sokken aan. Want ik heb met mijn domme hoofd vandaag geen sokken aangedaan, omdat ik het niet kon vinden. Doe aan. Zo irritant. Gadverdamme. Wat is dit? Doe mijn sokken aan. Oh, dat is zo lekker. Ik heb echt koude voeten, Nes. Ik heb... Nee! Ik... Kom. Ik heb echt koude voeten, holla. Doe. Oh, dat is echt lekker, zo lekker. Hè? Nog één, echt, alsjeblieft. Ja, nee! Doe dit zo irritant.
Zo, ik heb lekker mijn pyjama aan. Ik heb mijn badjas aangedaan. Oh, dat is de best feeling ever. En deze camera is abnormaal, hè? Dat is niet beter. Hij pakt ook echt gewoon goed in slecht licht, zeg maar. Daar ben je er blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben ook heel blij met mijn badjas op dit moment. Nesim heeft gisteren echt heel slecht geslapen, want hij was heel erg laat thuis. Dus hij gaat een dutje doen en ik ga lekker op de bank. En mijn batterij is leeg, dus die ga ik nu opladen. 2 uur later, wij zijn allebei echt zo moe. Nesim is dus net wakker en ik heb op de bank gelegen. Ik heb eigenlijk geen zin meer om te koken. En we gaan over 2 uurtjes alweer naar met Jip en Marius. Ik moet me even heel snel fatsoeneren. En dan gaan we vertrekken. Waarschijnlijk gaan we ergens lekker een hapje doen. Weet nog niet waar, maar dat zien jullie. Zo! Ik zit te kijken welke outfit ik aan ga doen. Maar ik denk dat ik gewoon voor dezelfde outfit ga. Oh, wat de gek. Wat handig. Dan hoef je niet meer op die achterste knop te drukken. Oh ja, dat is zo goed. Ja. We zijn dingen aan het uitproberen, jongens. Ik heb me klaargemaakt. Beetje opgefrist. Ik zei dat ik dezelfde outfit aan ging doen, maar nee. Ik ben voor een simpele zwarte truitje gegaan van Boohoo volgens mij. Met mijn zwarte jeans. En dat is het eigenlijk. Gewoon heel erg simpel. Mooi jasje eromheen en klaar. Zijn dat zwarte jeans? Nee. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik zei. Nou, dit is mijn outfit. Wauw, wat spannend. Oh, en ik doe er deze jas boven. Lekker netjes. Deze is ook van Boohoo. Deze is echt heel erg fijn. Kijk, deze onze katjes krijgen melk. Lekker. Nee, je loopt er naar weg. Hierheen. Lekker hoor. En ze hebben dus onder de bank deze kerstbal gevonden van vorig jaar nog. Ik ga stuk. Surprise, surprise. We hebben vandaag besloten om even Arabisch te eten. Heel erg vernieuwend. Nesim wil eigenlijk sushi eten, maar dat mag ik echt niet. En hij probeerde me een soort van over te halen om sushi te eten. En ik had er echt zoveel zin in gekregen, maar ik weiger het gewoon te eten. Het is echt gewoon nog te vroeg voor een cheat day. Gaan we niet doen. Maar waarom is sushi zo ongezond? Zoveel koolhydraten. Hm. En dit is mijn eten voor vandaag. Ik heb lekker kip met kalkoen. En ik heb niet veel verrassend. Lekker. Zo, wij hebben heerlijk gegeten. Echt, ik hoef tegenwoordig maar een beetje te eten. En mijn buik doet gewoon gelijk pijn. Ik denk gewoon dat mijn maag echt heel snel is gekrompen. En dat ik echt even wat minder moet gaan eten. Maar ik heb echt genoten van mijn eten. Wij zijn nu onderweg naar Najib. En Nessie, heb je er zin in? Heel veel zin. Ja, je kijkt er echt naar uit, hè? Waar is het trouwens? Nieuwelijk zo. Oh, gewoon terrasje in Rotterdam, dus lekker dicht bij ons. Dat was het. Weet je überhaupt waar zijn show op gaat? Nee, wat is het thema zeg maar? Wat is het onderwerp? Volgens mij ook veel over zijn verslaving. Ja? Drugsverslaving. Ja, drugs, alcohol. Ja? Weet je wat ze nog had? Zijn vrouw, kinderen, weet ik veel. Ik ben benieuwd, maar dan vertel ik jullie wel daarna waar zijn show precies over ging. Maar kijk echt, oh deze boot ziet er echt heel mooi uit. Ik weet niet of jullie het zien. Lijkt wel de Titanic, joh. Mooi. En wij zijn eindelijk weg. Zo leuk. Het is hier echt gewoon vol. Het is wel vol, hè? Ja, de laatste plek is nog open, maar het is echt gewoon super vol. Leuk, hè, Nes? Spannend. Heel spannend. Inmiddels thuis. Nesim is nu weer even in de studio met zijn vriend. Ik ben lekker thuis. Ik ga lekker op de bank liggen. Het was echt super leuk. Ik heb echt genoten van de show. Ik heb zo hard gelachen. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik echt heel weinig mensen echt grappig vind, zeg maar. Maar ik heb me dood gelachen. Het is
echt een aanrader. En ik raad iedereen aan om naar zijn show te gaan. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik had het niet door, maar de show zelf duurde gewoon 2 uur. 2 uur. Ik geloof me, ik ben echt een type die helemaal niet goed kan opletten. En na een kwartiertje al is afgeleid en er geen zin meer in heeft. Maar ik heb echt gewoon 2 uur lang geluisterd. Ik vond het echt heel erg leuk. En ja, het was echt gewoon leuk. Ik ga hierbij denk ik ook de vlog gelijk afsluiten. Want wat ik nu ga doen is mijn huis opruimen in de nacht. En daarna ga ik gewoon lekker naar bed. Want ik wil morgenochtend heel graag naar de gym. Dat moet even in mijn ritme komen. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga even opruimen en dan zie ik jullie morgen weer. Doei!